Net zoals bij alles, jammer genoeg, zijn er ook bij de werkwoorden speciale. Dus je weet dat, hé. Ik heb voor de vakantie gemerkt dat de leerlingen het moeilijk vinden om onregelmatige werkwoorden te vervoegen, omdat ze niet voldoen of niet vervoegd worden volgens een regel die ze eigenlijk kennen. En daarom vind ik het wel leuk om zo nieuwe leerstof aan te brengen via een leuke werkvorm. Ik heb twee dobbelstenen. Op de ene dobbelsteen staan er jullie, jij, wij. Dat is een andere werk. Ja? De persoon die iets doet. Dit zijn de werkwoorden. De infinitieven, dat wil zeggen de wij-vormen. Er was één leerling die gooide met de dobbelsteen met de werkwoorden en de andere met de dobbelsteen met de onderwerpen. Wij zwemmen. Wij zwemen. En dan moesten ze het bij elkaar leggen en het werkwoord juist vervoegen aan de hand van het onderwerp. Jij. Wij zwommen. Schrijf het maar op. Als er een fout gemaakt werd, kon elke leerling aangeduid worden om de fout te verbeteren. Applaus voor één, alstublieft. Ah. Ik denk dat ik ben eigenlijk zeker dat ik de werkvorm nog zou uittesten en misschien ook wel een keer zou proberen voor een ander vakonderdeel, zoals bijvoorbeeld de maaltafels. Je kan het klassikaal gebruiken, zoals ik nu, maar ik denk dat je het zeker ook kan verwerken in een hoekenwerk, dat ze gooien met de dobbelsteen, er komt de maaltafel tevoorschijn, ze schrijven het antwoord op en ze laten het verbeteren door een groepsgenoot bijvoorbeeld. Irina en Marie. In mijn ogen is dit een heel geslaagde werkvorm, omdat de kinderen met elkaar in interactie gaan. Ze leren bij op een speelse manier. En het is een omgeving waarbij fouten maken mag en waarbij dat ze bijleren uit hun fouten. En dat vind ik heel positief aan die werkvorm.